Dit is Recepten van Topchefs. En vandaag gaan we een recept klaarmaken van Henk Zavelberg. Maar jij bent Henk niet, hè? Nee, je bent Sebastiaan, de sous-chef. Welkom, Sebastiaan. Zeg eens, wat hebben jullie voorbereid voor vandaag? Qua hoofdgerecht dan? We gaan kabeljauw maken, zoals je ziet. We gaan hem ook fileren, uiteraard. Die hebben we nodig om zo dadelijk alle plancha te bakken en de escabeche mee te bereiden. Ik kan haast niet wachten om hem te fileren, om hem te mogen fileren, dus ik ga gelijk beginnen. Ja. Oké, altijd heel belangrijk is dat je de kop eraf snijdt. Ja. Op deze manier. Het is wel een serieuze vis, hè? Ja. Het is flink wat werken, laat ik het zo zeggen. Ja. Het is elke keer weer een sport om die graad zo schoon mogelijk te krijgen. Uh-huh. Oké, vandaag gebruiken we het rugstuk en het staartstuk, waar we de escabeche van maken. Ja. Ik fileer niet de hele vis, dat doe ik met een reden. Vis aan de graad blijft altijd beter en verser als dat je hem fileert. Als je hem fileert, ligt hij bloot. Dan moet hij eigenlijk op. Ja. En zo kan ik hem nog best, nou, zoals ik al zei, ik heb hem vanmiddag van de afslag gehaald. Nou, een paar dagen niet. Ja. Maar morgen na de lunch, zeg maar, dan mag hij lekker op zijn en dan komt er weer een nieuwe binnen. Nu ga ik even het vel eraf halen. Deze manier. Leg ik hem hieronder. Je moet gewoon een goede techniek hebben met het fileren, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Dat je daarbij een goed mes hebt, is essentieel, maar niet het allerbelangrijkste. Snij ik dit in grove stukken. Huh? Niet te fijn. Dan ga ik over naar het volgende visje fileren, dat is de makreel. De huid laat ik aanzetten. Ja? Gaan we ze dan ook frituren in panko, Chinees broodkruim. Daar zit een klein beetje paprika poeder in en cayennepeper in. Het geeft het net weer dat extra dat je denkt van, hé, wat zit erin, zeg maar. Uh-huh. En nu gaan we dus van de staartstukken gaan we gelijk aan de escabeche beginnen. Uh-huh. Dus als jij ze even voor me wil mengen, dan gooi ik er wat gezeefde bloemen. Ondertussen heb ik al een pan opgezet met de Roggi Blanco olijfolie. Ja. Die olijfolie die moet echt goed heet worden. Ja. Prachtige olijfolie om ook mee te knallen. Het mag bijna zwemmen, hè? Mag, om het met absoluut. Visterm te zeggen. Alle, de vis mag zwemmen. Alle olijfolie die in de pan zit, gaan we ook zeker weer gebruiken zo dadelijk. Oké, nu moet je even lekker flink aanbakken. En het gas weer heel iets zachter. Eigenlijk is het lekkerst om een dagje van tevoren te maken. Toch? Ja, absoluut. Zodat je een nachtje kan doortrekken in de koelkast. Ook heerlijk als je dit maakt. Je nodigt wat vrienden uit. Stukje brood erbij, een beetje escabeche. Meer heb je niet nodig. Nee. Een lekker glas wijn dan, maar verder. Ik haal de vis uit de pan. Het bakvocht laat ik er nog even in zitten. Mm-hmm. Ondertussen ga ik hier de rode ui aanfruiten. Ja. Dan heb ik hier een klein beetje geschilde paprika. Wortel. En piment, wat ik zei, dat Spaanse pepertje. Oh ja, de laatste een ken klein ik beetje niet. Mee. Ja. Spaanse peper. Ja. Een vers blaadje laurier. Ja. En gooi er lekker nog een beetje een goede straal met olijfolie op. Oké, dan heb ik hier een pimentkorrels, korianderkorrels. En die zijn in de koffiemolen gemalen. En die gooi ik er nu bij in. Je ziet, ik durf nog steeds lekker hard te bakken. Heel belangrijk voor dit gerecht. Dat valt op. Af en toe een keertje zo eraf. Maar die groentjes moeten lekker gaar worden. Mm-hmm. Het mooie is als je natuurlijk zo hoog verhit, dat je alle smaken uit een gerechtje, uit je product kunt trekken, zeg maar. Dan gooi ik het hele geheel hierin. Mm-hmm. Dan mag jij je even flink uitleven met de pepermolen. Ik zeg gewoon weer stop. Yes. Ik heb hier een heel klein beetje chardonnay azijn. Een heel klein beetje, eigenlijk is het best wel wat, maar ja, je kunt natuurlijk het chardonnay azijn. Ja, hele mooie milde azijn, die kun je echt bijna drinken. Een beetje citroensap. Mm-hmm. En ik ga maar door met de peper, chef. Absoluut, absoluut. Ja. Dan heb ik hier wat verschillende peterseliesoorten. Platte peterselie, bladselderij en het binnenste van bleekselderij. Die heb ik heel fijn gehakt. Mm. Die gaat er doorheen. Vooral dat binnenste van bleekselderij is altijd zo mooi om mee te werken. Ja, ruikt ook zo lekker. Absoluut. Echt waar? Ja. Ik ga even zout toevoegen. Mooie fleur de selderij. Dan pak ik eventjes de puree stampen erbij. Mm-hmm. Nog meer olijfolie. En dan gaan we dat gerecht. Nu ga je pureren. Even lekker aanstampen. Mm-hmm. Zou je nog een straaltje olijfolie erbij wil doen? Mm-hmm. Het is echt de bedoeling om het smeuig te maken. Om het smeuig te maken en het heeft ook echt die smaak nodig van die olijven. Ja. Kijk, dit is klaar. Zover zijn we al. En nu, Sebastiaan? Nu gaan we de vis dus à la plancha bakken. Weer een beetje olijfolie. Mm-hmm. Dit doen we eigenlijk met alle vissen die wij à la plancha gebakken. Eigenlijk altijd op deze manier. Pak je pepermolen. Een beetje fleur de sel.
Ondertussen heb ik hier al een mooie warme pan voor staan. Ja. Je moet een beetje lef met vis hebben. Vis moet je lekker in de pan laten zitten, niet in de oven doen. Andersom. Ik wil het even hebben over dit hier, chef, ondertussen. Ja. Terwijl de vis aan het bakken is. Wat is dit? Dit zijn aubergines met pijnboompitten en oregano. Ook weer met olijfolie, hoji blanco olijfolie, op smaak gebracht. Mm-hmm. Die aubergines zijn wel een uurtje gepoft in de oven. Okay. En een beetje zilverfolie. Daarna zijn de ingrediënten fijn gehakt met het keukenmes. En dan krijg je dit. En dit komt straks op het bord? Dit komt op het bord. Ondertussen kan ik even meegeven dat als je niet helemaal goed kunt volgen, dan ga je gewoon naar de website van recepten van topchefs.nl. En dan kun je het recept nog even nalezen. Klopt, hè? Absoluut, ja. Je zit ook niet aan de pan te schudden met dit soort dingetjes. Dus gewoon laat je vis maar lekker met rust. Mm-hmm. Een beetje olijfolie erbij. Mag die hebben. Oké, mm-hmm. Ondertussen gaan we alvast eventjes dresseren, want het duurt niet lang meer of de vis is goed. We beginnen met de ring. Klein beetje van deze aubergine compot in het ringetje. Dan heb ik hier de escabetje. Druk het niet aan. Ja. Ik heb liever dat het iets uit elkaar valt, als dat je zo'n aangestampte... Gaat duwen, ja. Allemaal zonder. Ondertussen pluk ik de basilicumkressen weer. Past ook mooi bij het gerecht, basilicum. Eigenlijk een hele simpele combinatie met dit gerecht. De basilicum, de olijfolie en bekend, maar het geeft het weer net dat extraatje waar je op zit te wachten, zeg maar. Zie je, het gerecht heeft ook geen saus nodig of wat dan ook. Nee. Ik leg de crèches erop. We missen nog de makreel, denk ik. Want die heb je gefrituurd. Heel licht gefrituurd, ja, absoluut. In broodkruim. Een Chinees broodkruim. Ja. Maakt het heel krokant. Kijk eens aan, mooi. Klaar. Opnieuw een recept van meneer Savelberg en u? Absoluut, ja. Het perfecte duo dus. Zeker, ja. Oké, dankjewel, Sebastiaan. Mooi. Dankjewel.